Parkeergarages in de binnenstad moeten sluiten. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Het gaat om te beginnen om de parkeergarages Bioscoop en Museum Centrum bij het Zuiderdiep. Op die manier zouden de auto's uit de binnenstad worden geweerd. Daarnaast zouden de garages gebruikt kunnen worden door auto's van buurtbewoners, waardoor er op straat meer ruimte komt voor bijvoorbeeld bankjes en bomen. Die kans hebben we nu omdat we als gemeente bezig zijn met het ontwikkelen van de zuidzijde van het stationsgebied. En daar komt al een nieuwe parkeergarage. En wat wij zeggen is, zorg nou dat je deze sluit, dat je iets meer ruimte creëert in die parkeerplaats. Dan kunnen al eerder mensen daar hun auto parkeren. Prima met de bus of lopend de stad in. En dit deel van de binnenstad kunnen we nieuw maken met meer bomen, meer groen, zodat de omwonenden ook gewoon een prettigere leefomgeving krijgen. Wij maken nu die plannen om een mooie looproute te maken van het muziekcentrum dat gerealiseerd gaat worden aan de zuidzijde tot aan de binnenstad. En daar kunnen we gebruik van maken. En als mensen niet willen lopen, dan stappen ze zo over op het nieuwe busstation dat aan de zuidzijde van het station ook komt. Dus ze pakken daar de bus en gaan zo naar Zuiderdiep. En op die manier kunnen ze dat doen. En mochten ze toch met de auto in de binnenstad willen zijn, dan blijven er natuurlijk gewoon nog andere parkeergarages waar mensen van buiten de stad, maar ook van binnen de stad wel gebruik van kunnen maken. Eind vorig jaar besloot de gemeente al dat de parkeergarage in de Haddingenstraat in 2024 moet sluiten. Dat is een enorme vooruitgang voor de leefbaarheid in de Haddingenstraat en ook in de Pelsenstraat. Dus daar moeten we met die ruimte moeten we sowieso al wat. Met auto's die daar tot nu toe kwamen. En je kunt dat nu heel goed combineren met deze twee. Nu we aan de zuidzijde van het station een nieuwe parkeergarage beginnen. En misschien kunnen we nog verder gaan. Oosterpoortgarage, misschien ook Rademarkt. Maar dat is misschien toekomstmuziek, dat is misschien voor later.